hoe mogelijk is dat? Met deze dus, boek aanreiken. Ik hoop dat je er heel veel plezier van zult hebben. Ik heb het gelezen al. Je hebt het helemaal gelezen? Ja. Oh, hartelijk dank. Oh, maak nog even een foto. Waar ik even iets aan toe. Ja. Want ja, hier staat een trotse onderwijzer, dat zijn we snel bij, hè? Ja. Ik heb nooit kunnen bevroeden dat dit er bij hem in zou zitten. Toen hij bij me kwam als jongetje van 8, 9 jaar, toen... Was het geen 10 jaar? Nou, denk ik niet, maar dat weet ik niet helemaal jaar. Precies meer hoor, maar goed, dat maakt het goede. Maar toen kon hij nauwelijks lezen. En dat was echt, het was nooit een vlot te lezen. En ook verder in zijn vakken was hij echt niet zo goed. Maar als je dan ziet wat hij na Groot Emaus, want daar gaat het praten over, hè, toen hij dus eenmaal eerst ging werken op de stichting, heel eenvoudig, karreweitjes heeft ja. En dat soort dingen. Toen hij naar de sociale werkplaats ging, kreeg hij nog meer interessante dingen. Maar tegelijkertijd, en dat is het leuke van dit hele verhaal, dat hij vanaf dat hij van school afging, zich zo ontwikkeld heeft. Zelf ontwikkeld, want dit hele verhaal is buiten mijn invloed omgebeurd, hoor. Dus zo trots kan ik ook weer niet zijn. Het is gewoon zo, hij heeft zichzelf in die geest ontwikkeld. Hij heeft computer geleerd, hij kan het duizendmaal beter dan ik. Hij heeft van alles gedaan met televisie en zo. Hij heeft overal informatie verzameld met boeken dat echt geen kinderboeken waren. En ik zei net al, hij kon niet goed lezen, maar dat heeft hij later wel geleerd dus. Hij heeft zich echt zo ontzettend ontwikkeld dat dit de climax is van dat alles. En dat vind ik echt wel ja, fantastisch. Daar ben ik trots op dat hij dat zo heeft kunnen doen. Dus Gerrit, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal in je leven, want dat is het nou. En nou ja, we komen elkaar nog wel steven, want hij woont in Harderwijk en ik woon in Ermelo, dus we zien elkaar wel eens. Jullie ook in Harderwijk? Wij zijn het. Ik vind het nog wel leuk om toe te voegen dat ik als eerste met Gerrit en Lien is opgezond. Oh, ja. Vanuit dat spreek ik zo. Ja, toen woonde ook de nieuwe spaal. Ja. Ik ook. Vandaar dat ik er jarenlang Gerrit opgetrokken. Ja, en ik heb wel geholpen op zichzelf te gaan wonen. En hij bouwde maquettes. Ja. Hij heeft ook een maquette. Dus ik ben er echt gepust van om door te gaan. Het is een vent die een doorverzettingsvermogen heeft en die zich niet laat afleiden door een of andere schroom. Hij gaat zijn gang zoals hij dat in zijn hoofd heeft. En ja, dan bereikt hij dit. Hè. Dat is werkelijk ja, ergens ook weer een voorbeeld voor anderen hoor, wat dat betreft. Wie presteert dat? Ja.